Gisteren speelde hij nog een sessie in Londen en vandaag zit hij gewoon naast mij op Pukkepop. Dag Tamino. Hey Inda. Welkom. Zeg, hoe is jouw zomer eigenlijk al geweest? Verrassend en heel leuk. En waarom verrassend? Omdat alles wat ik deze zomer gedaan heb, deed ik voor een eerste keer. Hoe bereid jij je dan eigenlijk voor op zo'n optreden? Ik slaap uit en dan eet ik wat. En dan warm ik mijn stem op. En dan kom ik naar hier en dan alleen naar het optreden. En dan chill ik met mijn band backstage. Een beetje in de mood komen. En dan net voor het optreden, dan zonder ik me zo af. Alleen niet per se fysiek, maar gewoon in mijn hoofd. Alleen zo even in de moment komen. Dus zo een paar minuten voor het concert, als je eigenlijk al klaar staat, even gewoon focus? Ja, gewoon even focus, dat is misschien het goede woord. Zo even in een andere modus gaan. En dan stap je dat podium op en begint je show, je concert. En wat gebeurt er dan? Dat vraag ik mij heel hard af. Wat doet dat met jou? Ik probeer eigenlijk gewoon direct mezelf in mijn eigen muziek wat te slepen. Dus dat ik direct zelf ook er echt helemaal in komen. En dan, vanaf dat je je eerste nummer gespeeld hebt, dan hoor je een applaus. En dan word ik mij meer en meer bewust van de omgeving en van het publiek. En dat is een zalig gevoel, want dan beseft je dat je dat is echt een concert is dat je deelt. Je deelt dat met iedereen dat er is. Ja, vanaf dan is dat echt een en al liefde dat ik voel eigenlijk. Ja. Deze zomer is echt gigantisch druk geweest, denk ik. Maar hoe ontspan jij je eigenlijk? Het liefste doe ik een beetje lezen. En gek genoeg ook gewoon terug schrijven. Gewoon terug muziek maken, dat vind ik heel ontspannend. Jouw nummers? Daar zit altijd wel wat melancholie in, of toch vaak? En dat zit ook in jouw stem. Maar weet je waar dat vandaan komt of zo? Gewoon van mij. Gewoon van hoe dat ik ben, maar ook van omdat ik dat heel mooi vind. Een combinatie van de twee. Gewoon, het zit in mijn zijn, maar het zit ook in mijn smaak. Vandaar. Binnenkort, dan is de zomer afgelopen. Pukkelpop is een beetje de laatste horde die alle artiesten hier nemen. Maar wat gaat er voor jou gebeuren na de zomer? Heb je al een idee? Ah ja, dus na de zomer zijn er nog shows. Allee, ik speel in een AB op 11 oktober. Dat is een belangrijke, dus daar gaan we volop voorbereiden. En ik blijf ook schrijven en opnemen. En ja, hopelijk binnenkort ook een plaat opnemen. Dat wil ik heel graag doen. Er komt een album aan, maar wanneer? Geen idee. Ja, het hangt van meer af dan mij. Allee, ja. De mogelijkheden zijn er om toffe dingen te doen. Oké, ik ben er zeker van dat er nog veel toffe dingen gaan komen en mooie dingen. Maar heel veel succes nog. Dankjewel. Dankjewel.